kinderen hebben hun eigen YouTube-kanaal. Maar ze hebben nog geen succes. We hebben alleen maar kinderen uit klassesvolgers. Ja, bij deze hebben we ook maar 20 views. Yo, what's up gasten? Ik ben Ando Roel en ik ga deze 3 dropjes opeten. Laten we deze video meteen gaan uploaden. Het wordt echt een supergoed filmpje. Een paar weken later was het al niet veel beter. Dat filmpje van Enzo Roy heeft ook maar 10 viewers. Wij en 5 klasgenoten. We mogen nou dansen in Oh my god! Oh mijn god! Mijn vriendin komt omdat ik die brief naar die manager heb gestuurd. We zijn gewoon uitgekozen. Yeah! Dans en Kroes! Dans en Kroes! Zo, dit gaat ons kanaal helemaal veranderen. We krijgen vast veel meer hits. De kinderen waren alleen niet de enige die het fotomodel mocht interviewen. Dit is mijn vlog en ik sta hier als 83ste haast in een eeuw. Ben jij hier ook voor Duitse Kroes? Ja, ik sta hier al 3 kwartier te wachten. Dus jullie zijn als laatste, dus jullie kunnen nu misschien nog wel 3 uur lang wachten. Volgende. Hoe lang duurt het nog? Ja, dit zijn de laatste. Na een paar uur wachten waren ze eindelijk aan de beurt. Voordat we beginnen met de vragen, hier even een krabbeltje. Heb je ook huisdieren zoals konijnen of hond of kat? Zulke dingen vragen we niet. Niet over haar privéleven, alleen over haar boek. Mogen we alleen maar over haar boek praten? Maar dat hebben al die anderen toch ook al gevraagd? Ja, dat klopt. Als er problemen zijn, gooien we jullie eruit. Ze moesten nu snel vragen verzinnen, maar veel tijd was er niet. Dat is een goede vraag, kom, die gaan we stellen. Oké. En is dat boek heel saai? Ja, tijd voorbij. Nee, maar Terug op school waren ze nog steeds zwaar teleurgesteld. We hebben hier veel meer van voorgesteld, man. We hebben niet eens 1 goede vraag kunnen stellen. Er waren nog 20 andere. Ja, dit wordt vast geen hit. We moeten eigenlijk een beroemdheid interviewen die nog nooit is interviewd. Ja, je hebt gelijk, maar wie is dat dan? Ik ken echt niemand die beroemd is en nog nooit is geïnterviewd. Ja, die bestaan gewoon echt niet. Laten we er maar gewoon mee gaan stoppen. Ja. Het heeft al geen zin meer. Het begon toch saai te worden zonder al die views. Ik ben een hele mooie prinses. Maakt niet uit. Ik wil een prinses zijn. Ik ben leuker. Nee, bij mij staat de jurk veel beter. Ja, maar het is een roze jurk. Ik hou van roze. Ik wil een prinses zijn. Wacht eens even. Ik heb een idee. Ik ga de prinsesjes interviewen. Ja, goed idee. Dat heeft echt nog niemand gedaan. Ja. Ja, maar wat gaan we doen? Hij is van mij. In het paleis wilden Amalia, Alexia en Ariane net gaan spelen. Zullen we Wat wil je laten worden spelen? Nee, dat gaan we niet spelen, want zij wil toch altijd koningin worden. Ik wil ook koningin worden. Dat kan helemaal niet, ik word toch al koningin. Ik kan ook nog heus koningin worden hoor. Helemaal niet, dat kan pas als wij dood zijn. Terwijl de prinseskamers, die zijn daar. Terwijl de prinsesjes ruzie kregen. Nou, dat gaan we tegen de koning zeggen. Kwamen de YouTubers dichterbij. De YouTubers gingen nu zelfs bij de kamer van Amalia naar binnen en filmden alles. Ze zijn hier in de kamer van Amalia. Ik heb geen idee wat ze hier allemaal hebben. Maar zo te zien is, zijn haar ouders inderdaad heel rijk. Gekke computer. Kijk dan, een blok goud. Waar is ze? Wat doen jullie hier? Wie zijn jullie? Is de koning aardig? Nee! Ga weg allemaal, ik heb het gewoon recht op privacy. Nee! Eenmaal terug waren ze helemaal enthousiast over wat ze hadden opgenomen. Dit was een hit! Dit wil de hele wereld zien! Sowieso heel Nederland wil het zien. Ja, maar ze heeft wel gelijk. Wie heeft gelijk?
Nou, maar Mania, ze heeft ook recht op privacy. Ja, dat klopt. Ze is natuurlijk ook nog een kind. En een van de kinderrechten is privacy. Ja, maar recht op privacy is helemaal niet zo'n belangrijk kinderrecht. Wij hebben toch ook recht om rijk en beroemd te worden en zoveel goudstaven overal? Weet je wat? We vragen het aan de kijker. Okay. Zeg, wat vinden jullie? Moeten we de video online zetten met extra beelden van Amalia of niet? Jongens, zet het bedankt!